Voor de tweede dag op rij ligt burgemeester Hilde Klaas van Hasselt onder vuur. Dit keer wordt haar belangenvermenging verweten bij de toekenning van een communicatieopdracht aan het bedrijf Impuls. Coalitiepartner CD&V stelt zich daarbij vragen en eist opheldering. Gisteren kreeg Hilde Klaas er al flink van langs, omdat ze gebruik maakte van de stedelijke informatieborden om haar feest aan te kondigen. De zaak gaat over een contract dat het kabinet van Hilde Klaas toewees aan het communicatiebureau Impuls. Binnen de administratie en de meerderheid in Hasselt zijn er vragen over de toewijzing van de opdracht, omdat haar kabinetschef de partner is van een van de directieleden van Impuls. Ook CD&V-fractieleider Ivo Belet eist opheldering. Ja, het is duidelijk dat bij het verlenen van overheidsopdrachten dat er geen enkele twijfel mag over bestaan dat dat correct moet gebeuren uiteraard. Er mag op geen enkel ogenblik mag er een indruk ontstaan dat er sprake zou zijn van belangenvermenging. Dus dit moet uiteraard tot op het bot uitgespit worden. Hier moet 100% klaarheid over komen en wel heel snel. Hoe moet het verder? Hilde Klaas legt het dossier morgen ter goedkeuring voor aan het Schepencollege. Dit dossier staat morgen, heb ik begrepen, opnieuw op de agenda van het Schepencollege in Hasselt. Dan verwachten wij een reactie van de burgemeester. Er moet klaarheid komen, er moet helderheid komen. Omdat wij als coalitiepartner, we zijn als CD&V in deze coalitie gestapt, met als onze leidraad in deze coalitie is goed bestuur, transparantie, goed correct omgaan met overheidsmiddelen, met het belastinggeld van de mensen. En daar mag geen enkele twijfel over bestaan dat dat niet het geval zou zijn. Dus wij willen klaarheid, we willen helderheid op korte termijn, zo vlug mogelijk. En we verwachten een reactie van de burgemeester. Gisteren stelde CD&V ook al ernstige vragen bij de uitnodiging met SPA-logo voor het feest van Hilde Klaas. Voor de aankondiging gebruikten ze de stedelijke infoborden. Steunt de CD&V de burgemeester nog? Ja, ik zou niet vooruitlopen op de feiten. Zoals gezegd, we zijn en blijven een loyale coalitiepartner. Hier dreigt een probleem. Er is zeker een probleem van perceptie op zijn minst, dat er sprake zou zijn van belangenvermenging. Als die perceptie er is, ja, dan is er een probleem. Dus daar moet duidelijkheid over komen. Wij willen dat er een reactie komt. We willen uiteraard 100% garantie dat dergelijke praktijken, perceptie of in de feiten, dat die zich niet kunnen herhalen in de toekomst. En burgemeester Hilde Klaas heeft zojuist gereageerd. Vlak voor deze uitzending hadden we in deze studio een gesprek met haar en we vroegen haar wat ze ervan vindt dat ze nu al voor de tweede dag op rij zwaar onder vuur ligt.